3 jaar geleden hebben we samen met de hoofdsponsor KPN een plan omarmd om Team Nederland goed te laten voorbereiden op de ploegachtervolging. Met een specifieke coach. We hebben een aantal andere mensen eromheen die ook analyses maken. Jos de Koning van de Universiteit in Amsterdam, Erben Wennemars. Ja, sindsdien gaat het eigenlijk heel voortvarend met de dames en heren van de Team Pursuit. Eigenlijk worden er geen wedstrijden meer verloren. Beide teams zijn ook wereldkampioen op dit moment. En gaan we misschien wel op weg naar die gouden medailles? Ze hebben inmiddels heeft Nederland elk jaar wereldtitel gepakt. Alleen het Olympische Spelen nog nooit. Ja, ik denk dat het traject wat we uitgestippeld hebben en de commitment die iedereen getoond heeft, dat zich in social hier gewoon gaat uitbetalen. Goed, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Dat is ook alweer het mooie aan topsport. Je krijgt geen garanties van tevoren. Je kan alleen de voorwaarden proberen te scheppen waardoor je zoveel mogelijk risico's probeert uit te sluiten. We zijn echt de afgelopen jaar echt een team geworden en je merkt dat als je weer samen bent, dat het meteen weer goed zit en iedereen heeft er wel zin in. Dus. Weet je, je moet 3 individueel sterke personen hebben, maar daarnaast moet er gewoon heel goed samengewerkt worden. Ik denk dat het heel goed is dat wij dit met z'n allen goed oefenen, dan wordt het ook makkelijk. Je moet het met z'n 3 doen, dus als je 1 hele slechte dag hebt, dan moet je hem toch meenemen op sleeptouw. Of 1 heel sterk is, die moet juist wel wat meer doen. Dus ik vind het een heel mooi onderdeel. Het is eigenlijk net het KPN-bedrijf. Dus we kunnen heel mooi de parallellen trekken tussen wat wij doen op kantoor en wat deze jongens en meisjes hier op het ijs presteren. Het mooie is werken met individualisten om te komen tot een team. Is vooral om ze bewust te maken van de taken die er horen bij een team. En binnen dat team moet je dan je eigen taken uitvoeren, waardoor het team tot optimale prestaties komt. We'll be right back.